vind het voor de bühne heel mooi, van 1400 terug naar 650. Dat klinkt natuurlijk geweldig, een halvering. Maar het is voor het gebied waar hij het wil neerzetten alsnog veel te veel. Ik schat in dat de 200 melkkoeien daar zo'n beetje echt wel de limiet is qua omvang van het bedrijf. En daar zit hij alsnog 3 keer boven, dus dat is echt veel te gek. Kunt u mij aangeven waarom u samen met andere agrariërs tegen de komst van deze boerderij bent? Nou ja, wij zijn erop tegen omdat het is, zoals ik al zei, een heel kleinschalig landschap. Gerund door familiebedrijven. Man, vrouw, eventueel kinderen die meewerken, ouders eventueel, die het met z'n allen voor elkaar boksen. En daar komt zo een in één keer als nieuwe bij tussen, die de hele boel verdrinkt eigenlijk, want alle grond is al in gebruik bij de familiebedrijven. Die moeten daardoor inkrimpen en dat zorgt voor intensivering en dat willen wij eigenlijk niet in dit gebied. Wat betekent dit concreet voor jullie, mocht hij hier daadwerkelijk komen met zoveel koeien? Ja, concreet betekent dat voor mij dat hij de prijzen zullen stijgen van voer wat ik moet aankopen. Omdat hij komt er echt bij tussen en hij heeft zoveel hoeveelheid nodig. Ja, dat drijft de prijs gigantisch op. En verder ook de samenhang in de buurt en zo zal veel minder worden als dat het nou is. Kijk, als je wilt uitbreiden is het hier gebruikelijk dat je naar de buren gaat, je plannen voorlegt en het draagvlak creëert. En mensen begrijpen dat je een stukje moet groeien, eventueel een keer een nieuwe stal moet zetten. Maar allemaal binnen proporties van het gemiddelde omvang, zeg maar. En niet in één keer super mega als extra. Betekent dit ook dat er, mocht hij hier daadwerkelijk komen, dat het gewoon echt heel moeilijk wordt voor jullie om je hoofd boven water te houden? Dat zal zeker heel erg moeilijk worden. Met name omdat de melkprijs is natuurlijk niet al te best nou. Het is al heel zwaar. Ik ben jonge ondernemer, ik wil graag ook nog het bedrijf overnemen. Ik heb onlangs nog wat geïnvesteerd om voor de toekomst klaar te zijn. Dus ja, dat wordt allemaal wel heel lastig dan. Wat denkt u, waarom wil meneer Kolen juist hier op deze plek die boerderij beginnen? Als ik daar een antwoord op had, dan werd me al veel meer duidelijk. Nee, daar begrijp ik echt helemaal niets van. Hij woont wel in het buurtschap, maar ik begrijp ook dat hij heel veel in het buitenland zit. Dus die binding is er niet zo. En uiteindelijk het doel van dit bedrijf is puur om zijn mega, super mega bedrijf in Brazilië van genetisch materiaal te voorzien. Ja, dat hoeft niet per se in het kleine buurtschap Delden. Ik zou zeggen, ga dan mee naar de polder waar je ruimte hebt. Ook ruimte tot afstand van burgerwoningen. En je zit kort bij Schiphol, je kunt gelijk met spul de grens over. Dus dat, ik begrijp er helemaal niks van.